een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Wij stappen in de auto. Best wel vroeg. We waren opgestaan vandaag in bed. Toen zeiden we, wat gaan we vandaag doen? Ik moet eigenlijk de hele dag lopen editen. En Nessie moet zich voorbereiden straks op een show, hè? Ja. En vandaag op een show, toch? Ja. Dus het enige wat we gaan doen, dat zei ik tegen Nessie, waarom gaan we niet eventjes ergens een koffietje of zo drinken? En hij zei van, nee, ik wil echt eigenlijk echt een Turks ontbijt of zo. Dus dat is wat we gaan doen. We hebben ons gewoon gelijk omgekleed en een beetje opgefrist. En nu gaan we even bij een Turks tentje even ontbijten. Het zag er heel goed uit op de foto's, dus ik ben heel erg benieuwd of het in het echt ook zo is. Ik heb trouwens een truitje aan. Zie je nou, ik heb een truitje aan van Naked. Met een broek van Naked. En hij is echt heel erg fijn. Ik ben echt blij met hem. Nieuwe collectie van Naked. Wij zijn, vandaag een cheater, zeg je dat nou? Nee. Wij zijn aangekomen, alleen er was echt geen parkeerplek. Het is best wel druk ook binnen, zagen we. Dus moesten wij verderop parkeren. Maar we hebben dus niet gereserveerd. En het is wel een beetje corona nog. Wat dom eigenlijk, hè? Beetje dom inderdaad, want tegenwoordig krijg je dus niet echt standaard een plek natuurlijk in een restaurant. Dan moet je echt vooraf bellen. Dus we hopen dat we wel even kunnen ontbijten vandaag. Anders gaan we naar de Mac. Nou jongens, het eerste gedeelte van het ontbijt is begin maar alvast Nes. De rest komt later. Omeletje en zo. Lekker hoor. Nou, omeletjes te roken hoor. Yes. Happiness. Ik vind dat Nessie naar Frankrijk nog wel één croissant moet eten. Nee. Jawel. Eén croissant. Allah. Krijgt er nog waterbloem. Oh, dankjewel. Nou jongens, wij zijn uitgegeten, vond je het lekker? Nessie is echt heel erg droog bezig. Mijn auto's. Nou, het... Hoe vond je het ontbijt? Oh, ik vond jou lekker. Hoe vond je het ontbijt? Prima. Je had geen watermeloen gekregen, toen moest ik vragen om watermeloen. Ik heb ook geen damata. Het was heel chagrijnig. Hij zag dat iedereen zeg maar, bij het ontbijt watermeloen kreeg, maar hij kreeg het niet. Ik ben buiten gesloten. En toen kreeg hij echt zoveel stress. En ik zeg, ja, vraag het dan. Nee, dat durf ik niet. Hoezo durf jij dan niet? Jij kan mij nu exposen. Jij kan... Laat mij exposen. Jij kan wel optreden voor 10.000 man, maar je durft niet te vragen om watermeloen waar je voor betaald anders. Hebt. Schaam mij. Misschien had ik geen recht op watermeloen, dan vraag ik iets waar ik geen recht op heb. Jawel, het hoorde bij het ontbijt. Oh, ik ging zo stuk. Dus toen heb ik watermeloen voor hem gevraagd en nu is hij weer blij. Mohim, ik ga nu drinken halen van mezelf. Ik wil het droge mond. Wil je ook zeggen wat? Dat zie je straks wel. Waarom? Zeg gewoon wat je wil halen. Dat zie je straks wel. Ik vond het wel. Even spanning opbouwen. Ja. Wat gaat hij halen? Oeh. Yes, kijk. Dit is mijn lievelings. Je had het niet laten zien in mijn vlog. Hij had weer een Red Bull gehaald. No sugar en vitamine B4 in. En cafeïnevrij ook? Nee, maar ik heb wel even cafeïne nodig. Zo, ik heb Nessie even net afgezet op kantoor. En ik rij nu weer even richting huis, want het is inmiddels 4:30. En ik moet nog editen voor vandaag, want ik loop niet meer zo goed op schema met editen. Ik moet even editen en dan gelijk de vlog van vandaag uploaden. Dus lekker even naar huis. Misschien even een koffietje voor onderweg scoren. Zodat ik een beetje cafeïne binnenkrijg. Wakker worden. We waren echt heel erg slaperig geworden nadat we dus bij de Turk hadden gegeten. We hadden echt zeg maar zo'n inkakmomentje. Eigenlijk ook het liefst gewoon slapen. Maar we gaan lekker aan het werk allebei. Net op kantoor en ik gewoon thuis. Zo, ik heb de hele tijd lopen editen en ik ben gelukkig ook op tijd met uploaden. Ik loop nu 3 vlogs voor, dus dat is best wel oké. Ik ga even mijn keuken opruimen. Ik ben aan het bedenken wat ik eigenlijk nog moet eten. Ik heb nog niet eens avondeten gehad. Maar we hebben zo laat ontbeten dat ik eigenlijk nog geen trek heb vandaar. Maar goed, ik krijg dan over een uurtje of zo wel trek. Dus ja, trouwens deze koekjes zijn echt heel erg lekker. Ik raad die echt aan. Maar ja, een kopje koekjes met minder suiker, maar dan eet je het in één keer op. Alsof dat goed is.
Ik heb net dus een artikel gelezen trouwens. En echt sad nieuws erop gelezen. Ik weet niet of jullie de Glee star kennen. Ze heet Naya Rivera. Ik heb nooit Glee gekeken verder. Maar ik ken haar wel van Instagram. Ik heb haar heel vaak voorbij zien komen. Maar ze is dus gaan varen met haar zoontje. En volgens mij is haar zoontje iets van 5 jaar of zo. Echt heel erg jong nog. En ze is eigenlijk nooit meer teruggekomen. En ze hebben de boot wel gevonden met het jongetje erop. En hij heeft dus gewoon gezegd van dat zij dus samen zijn gaan zwemmen. En ze er nooit meer terug is gekomen. Ja, dat kreeg toch echt een brok in je keel. Er is wel een zoektocht naar haar gestart. Maar ze hebben haar dus niet teruggevonden nog. En vandaag is de tweede zoektocht naar haar. Maar het is echt heel erg sad. En ik heb nog een beetje lopen zoeken op Google en zo. En altijd als ik zoiets lees, dan wil ik er heel graag meer over weten. Het blijkt dus zo te zijn dat het meer waarop ze zijn gaan varen, dat die best wel bekend staat om het doden van mensen, zeg maar. Vanwege de koude water las ik. En de hoge golven die opeens kunnen opkomen. En dat het dus niet echt veilig is om daar überhaupt te zwemmen. Zelfs gewoon echt mannen ervaren zwemmen, dat ze daar gewoon zijn omgekomen. Dus ja, ik hoop gewoon dat ze wel terug wordt gevonden ergens. Het ergste van allemaal vind ik nog dat ze als laatste foto gewoon echt een foto van die dag met haar zoontje heeft geplaatst. Dus dat raakt me wel echt. Maar ja, goed. Ja. Wat kunnen we daaraan doen? En bij mij is het ook echt altijd zo, als ik zoiets lees, dan kan ik me daar echt zo erg mee bezighouden gewoon. En dan loop ik gewoon de hele tijd te googelen of ze haar al ergens hebben gevonden. Ik kan me dat echt gewoon heel erg aantrekken of zo. En het blijft gewoon heel lang gewoon in mijn hoofd spoken gewoon. Dat is voor mij eigenlijk ook een van de redenen geweest dat ik echt zeg maar gestopt ben met het nieuws lezen en naar het nieuws te kijken. Het begon bij mij eigenlijk al toen met de oorlog in Irak. Dat ik dus elke dag dan op het nieuws keek en alles. Ja, en dat je er alleen maar eigenlijk slecht nieuws kreeg over je land. Dat deed me gewoon echt zo veel. Dat ik daar gewoon mee was gestopt op een gegeven moment. En dat voelde voor mij gewoon veel beter aan om het nieuws gewoon niet meer te volgen. Ik weet dat het wel handig is natuurlijk om naar het nieuws te kijken. Maar ja, toen ik sowieso was gestopt met rechten, toen ik mijn diploma had gehaald, hoefde ik het sowieso niet meer te volgen allemaal. Nou, ik ben begonnen met de keuken om inmiddels het hele huis gewoon schoon te maken. Net bezig geweest met de badkamer, de wc, alle vuilnis daarin gedouwd. Ik ben helemaal kapot, joh. Ik heb even een break. Ik heb even een nectarine van mezelf gesneden. Lekker op eten hier. Zo, mijn huis is inmiddels helemaal schoon. Het is echt zo'n fijn gevoel. Ik heb daarna even op de bank gezeten en fruit gegeten en zo. En ik heb er intussen ook nog pizza besteld. Die komt zo met een half uurtje eraan. Ik heb tonijnpizza besteld. Een pittige tonijnpizza. Dus ik ben echt benieuwd of dat lekker is. Maar ik bedacht me dat ik dus helemaal niet heb laten zien wat ik vandaag heb binnengekregen. Ik durfde eigenlijk bijna te laten zien. Want ik had mezelf gewoon beloofd om gewoon niks meer te kopen. Maar ik heb toch weer een bestelling gedaan. En ik heb hem binnen. En ik ben er eigenlijk heel blij mee. Maar ik durfde het gewoon niet te laten zien. Ik ga het even ophalen. Oké, nou, zoals jullie weten heb ik dus laatst oorbellen gehaald van een merk dat Jennifer Fisher heet. En ik heb het dus toen gevonden via Selena Gomez. Ik heb mezelf erop getrakteerd. En ja, ik ben er echt zo happy mee dat ik gewoon een nieuw paar heb besteld. Ik heb gewoon weer een paar besteld van Jennifer Fisher. Ik ben er gewoon echt heel erg happy mee. Dus ik heb een slag kleiner ook nog besteld voor Daily. Want ik vond deze voor Daily net nog iets te groot. Dus ik heb een slag kleiner gekocht. En deze model, want deze heeft Selena best wel vaak in. Maar deze model die ik heb gekocht, die doet eigenlijk Hailey Bieber bijna elke dag aan. Ik ben niet zo heel erg fan van Hailey Bieber. Maar ik vind de oorbellen wel echt mega mooi. Kijk.
een iets kleinere versie van wat ik nu in heb. En ik ga het jullie even laten zien. Ik heb nu, deze heette de Mini Samira's, voor als jullie ze ook willen bestellen. Want iemand vroeg aan mij, welke heb jij? Ik heb de Mini Samira's. En deze heette de Samira Huggies. En ik ga even... Aan deze kant laat ik even deze in. En aan de rechterkant laat ik jullie even zien hoe deze eruit zien. Deze zijn gewoon veel subtieler. Voor dagelijks gebruik vind ik het eigenlijk gewoon net iets mooier. En deze eigenlijk voor een date night of zo vind ik het veel leuker. Je ziet wel echt een duidelijk verschil qua formaat. Dus daarom wou ik deze ook nog heel graag hebben. Trouwens, ze zijn allebei helemaal niet zwaar. Ze zijn echt heel erg licht. En ze zitten heel goed vast. Want ze hebben echt zo'n ideale oorknopje. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Nou, ik vind ze echt cute hoor. Welke zouden jullie eerder kopen? Deze of deze? Want eerlijk is eerlijk, deze is wel echt perfect gewoon voor daily. Perfecte formaat, grootte, dikte, alles is gewoon perfect. I love it. Ik ben echt zo'n fan van dit merk. Oké guys, mijn pizza is binnengekomen. Ik heb dus een pizza besteld met tonijn. En ik heb dus voor pittige tonijn gekozen. En als het goed is, is de saus dus pittig. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het proeven voor jullie. Even kijken of die lekker is. Het ziet er wel heel goed uit. Het ruikt lekker. Het is van een dunne pizza. Het is niet zeg maar een Amerikaanse pizza. Ik weet niet of ik hem per se heel pittig... Ik weet niet of ik hem sowieso pittig vind eigenlijk. Het valt wel mee, maar ik zie nu wel een soort van pepertjes op zitten. Misschien zijn die gewoon pittig. Oh, ik hou van ketchup op pizza. Oh, het komt er zoveel uit. Eigenlijk moest ik zeggen, een pizza zonder kaas. Want toen hij een pizza zonder kaas is gewoon echt lekker. Echt een goede afsluiting van de dag dit. Hey Maria. Vind je mij lief? Vind je mij lief? Waarom vind je me lief dan? Ik ben heel lief, hè? Omdat jij van mij pizza hebt bewaard en ik heb heel veel honger. Ga je dit doen? Ik ga een waterloon snijden. Ik heb ook zin in water, want ik heb gewoon heel veel honger. Oh, lekker hoor. Enjoying life. Kijk of die goed is, hè? Hebben jullie de koelkast gedaan? Zeker. Oh. Oh, hij ruikt ook lekker? Heel lekker. Ja? Oh my god. Oh yes. Yes. Oh yes. Nou jongens, voordat ik het weer ga vergeten. Ga je de vlog eindigen? Ik ga de vlog afsluiten, want ik ben echt kapot. Dat is gezellig hoor, vandaag. De reden dat... Hoezo was het gezellig? Je bent niet gefopt op mij. Hè? Hoezo was het toch leuk? Ging je ontbijten en zo? Oh ja, we gingen ontbijten. Ja, je wel toch? Kijk, dit bedoel ik waarom ik dus nooit mijn vlog eindig. Ik ben aan het einde van de dag gewoon... Dit is het niet meer. Ik moet het aanwezig. Nou, dit doen we.